antroposofische inslag heeft. Dus zelfs als heel veel vrije scholen eigenlijk hebben. Wat opgericht is met Marshall Loop, net na de oorlog. Met als oprichtingsreden een hele mooie. Namelijk in gezamenlijkheid de wederopbouw van het land ter hand nemen. Omdat in de Tweede Wereldoorlog een complete leiderschapsgeneratie was weggeslagen door de oorlog. Focust op kosten gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag. En die vond ik heel mooi. Ik ben erover gaan nadenken en ik ben gaan kijken in bedrijven die ik zelf gehad heb. Ik ben bedrijven, kijken in bedrijven die ik, waar ik adviseur was, waar ik aandeelhouder in was, waar ik kwam als spreker, als trainer. En overal waar ik kostenfocus was, ging de kwaliteit omlaag, daalde de omzet, daalde eigenlijk bijna alles wat een bedrijf leuk maakt. En eigenlijk komt het erop neer dat ondernemerschap voor mij gewoon is dat je elke dag datgene doet dat je niet kan wachten om op te staan. Dat je gewoon zo in de fik staat van wat je aan het doen bent, dat je eigenlijk al wakker bent voor je wekker gaat, omdat je gewoon niet kan wachten om te beginnen. En dat is voor mij de essentie van ondernemerschap. En ik ken hele ondernemende mensen die nog nooit een eigen bedrijf hebben gehad. En ik ken mensen met eigen bedrijf die dit nog nooit gevoeld hebben. Dus ondernemerschap is iets anders dan het hebben van een eigen bedrijf. Je valt altijd in een van de drie categorieën. De allereerste categorie is de echte entrepreneur. Dat zijn mensen die uit het niets iets kunnen creëren. Kent ze ongetwijfeld, die gewoon ergens bij het begin ideeën hebben, de mensen weten enthousiasmeren, mee weten te krijgen en boem, staat er een bedrijf. Zo eentje ben ik niet, maar ik dacht dat ik het wel was, want dat is namelijk precies het type wat iedereen op zijn netvlies heeft als je aan ondernemers denkt. De tweede categorie denk ik wel, dat zijn zogenaamde skilled talents, oftewel artiesten, oftewel vakmensen. Dat zijn een hele goede advocaat, een hele goede banketbakker, een hele goede trainer, daar werken veel mee samen bij de bank, een hele goede advocaat of accountant. Echt waar, accountant is typisch een voorbeeld van een skilled talent, goede loodgieter. Dat zijn lousy managers, die moeten niet te hard groeien. En als ze groeien moeten ze een manager aannemen. Want manager kunnen zien, dat is de entrepreneur. Maar dat zijn mensen die vanuit hun vak aan het ondernemen zijn. En die hebben altijd bestaansrecht, zolang je dat vak maar blijft bijhouden. De derde categorie zijn de managers. Dat zijn niet de managers zoals die vaak slecht in nieuws komen, maar zijn mensen die goed talent in hun kracht kunnen zetten, die kunnen organiseren. Die kunnen niet een bedrijf starten. Dat kunnen de andere twee wel, vanuit hun vak of vanuit hun entrepreneurschap. Maar die kunnen wel een bedrijf overnemen. Het bedrijf van de ouders of een manager buy-out, een manager buy-in. Dat is de derde categorie. Zodra je weet in welke categorie je zit als ondernemer, weet je hoe je moet ondernemen. Als je als ondernemer vastloopt bij het groeien, dan weet je dat je in categorie 1 of 2 zit en niet in 3. En dan moet je dus nummer 3 erbij halen. Aannemen of als partner in je bedrijf halen. Want je gaat er niet in veranderen. Je kunt de andere skills ontwikkelen, maar je blijft altijd één van die 3. Dat blijft domineren bij je. En zodra je weet wat voor soort ondernemer je bent, weet je ook wat voor soort type ondernemer je om je heen moet verzamelen. Weet je hoe hard je kan groeien, hoe hard je mag groeien. En je weet als je toevallig onverhoofd toch hard groeit, weet je dat je iemand erbij moet halen om dat voor je te regelen. Als je dat soort dingen realiseert, ga je anders ondernemen, ga je anders naar succes kijken, ga je anders naar falen kijken en ga je anders kijken hoe de wereld eruit ziet.